Dit is de 10-jarige Ralf. Ralf doet mee aan het Adopteer een opa of oma project in Numansdorp. Hoi, hallo. Hoi daar, kom maar in. Hij is gekoppeld aan oma Lien. En dat klikt uitstekend. Wat vind je leuk aan oma Lien? Ze is lief en aardig. En je komt hier dus elke woensdagmiddag? Ja. Wat doen jullie dan zoal? Nou, spelletje. En kletsen. Oh, wat moesten ze allemaal, hè? Ja. Gaan we lopen. Even kijken. Hoe gaat het op school met je? En over de voetbal en zo. Ja, je blijft een beetje bij, hè? Dan, Want hoe belangrijk zijn die bezoekjes? Ja, heel belangrijk, vind ik. Ja. Ja, vind ik wel. Ik vind het wel fijn. Gewoon leuk. Weet je wel, even een jonger iemand weer om je heen. Ja. Meisje. Eenzaamheid bij ouderen is een groot probleem. Ja. Tegelijkertijd gaan steeds minder jonge mensen vrijwilligerswerk doen. Dit project moet hieraan een steentje bijdragen. Toch zijn de ouderen in Numansdorp terughoudend. Er zijn nog maar 2 kinderen aan oma's gekoppeld. Hoe komt dat, denkt u? Ja, dat weet ik niet. Ja, dat is verschil natuurlijk. Er vallen ook een hoop mensen om je heen weg als je ouder wordt. Dus ja, dan moet je toch proberen weer je netwerk een beetje uit te breiden. Nu weer? Ja. Een meisje. Is die jongen? Het is een meisje. Ja. Je kan natuurlijk ook zeggen, ja, woensdagmiddag, dan ben ik vrij, dan ga ik lekker met mijn vriendjes spelen. Ja, maar als oma Lien niet kan, dan ga ik dan spelen. Maar anders dan vind ik het ook leuk om weer bij haar te komen. Zou de bezoekjes van Ralf niet meer willen missen? Nee. Je kijkt er eigenlijk al een beetje naar uit. Hè? De woensdagmiddag, oh, Ralf komt. De hoop is wel dat snel meer ouderen mee willen doen. Hey, de groetjes. Ja. Tot de volgende week, hè. Doei!